Hoi, hier is Wouter. Welkom bij deze video. Nou, mijn eerste werkdag zit er weer op. Ik heb vanochtend mijn wekker weer gezet om 8:30. Tenminste, ik heb hem gisteren gezet. En vanochtend ging hij af om 8:30. En ja, weer mijn bed uit. En even ontbijten, kopje koffie. En ja, toen op de fiets gestapt. Naar mijn werk. En ja, toen ben ik bezig geweest met hondenkoekjes inpakken. Van die koekjes... Van die stokken, hondenstokken, hoe noem je dat? Het zijn niet hondenbrokken volgens mij, dat is wat anders. Maar van die stokken, hoe je precies noemt weet ik niet, maar ja, boeien. En ja, dat heb ik dan 's ochtends even gedaan. Ongeveer tot 1 uur, van 10 tot 1. En ja, toen ben ik 's middags nog even naar de winkel geweest, naar de Albert Heijn. Even wat spullen proberen te kopen, maar niet alles was vindbaar. Er waren heel veel spullen die waren niet meer te kopen, dus ja, kon ik die niet meenemen. En ja, toen weer terug naar het werk. En ja, toen was pauze op een gegeven moment. Dus even een sigaretje gerookt. Een colaatje gedronken, want ze hadden geen koffie. Ze hadden cola en sinaas en ijsthee. Dus ja, maar ja, een colaatje vind ik ook wel lekker. Dus prima. En ja, het was ongeveer 2:30. En toen ben ik weggegaan. Toen ben ik naar huis gegaan. Eigenlijk moet ik tot 3:00. Maar ja, de laatste 1/2 uur is toch alleen maar pauze. Dus wat moet ik dan nog doen? Dus ja. Dat was het dan. Het is wel weer leuk als je iedereen weer ziet natuurlijk. Want heel veel mensen zag je dan weer. Nog niet allemaal. Sommigen komen morgen pas weer. Dus je ziet morgen dan weer voor het eerst. En ja, dan zie ik iedereen weer. Dat is ook wel weer leuk toch? Vakantie is leuk. Maar het gewone leven is ook wel leuk. Nou, ik bedank jullie voor het kijken naar deze video. En tot de volgende keer. Doei, hier gaat Wouter.